Hou je midden vast, hè? Ja, let op. Ga zitten. Zitten. Ja, oh nee, langzamer. Ja, in het midden. Eén been. Eén been. Andere been. Ja. Yeah. Hola en welkom bij weer een nieuwe vlog van M&M. Hallo. En we staan hier naast de granaatappelbomen. Prachtige bloemen, kijk hier zie je een bloemetje. Deze moet nog even rijp worden, maar dan heb je een heerlijke mooie rode vrucht. En we staan hier tussen de fruitgaarden, want... We zijn in Aspen. Aspen. Aspen is wat anders, dan ga je schieten. Aspen, ja dat is waar. We zijn in Aspen. Ja. En we zijn bij het... Nee, we zijn bij Dave en Jean. Dave en Jean. Bekend van Ik Vertrek van het Kartonnenhuis. Zij zijn... Gestart met een B&B ooit. Ja, gestart met B&B. Dus ik denk dat de meeste mensen het wel gezien hebben. Ja. Met alle ellende, met de regen. Mm-hmm. Dat het huis van karton bleek te zijn, letterlijk. Ja. En het is inmiddels een camperplaats geworden. Mm-hmm. En het heet Camperplaats Kartonnenhuis. En het is vrij groot. We gaan dus kijken hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Ze hebben ook nog een logeerplek hebben ze ook nog. Mm-hmm. Stel dat je op de camper staat en je hebt gasten, dan kunnen die in het appartement verblijven. Ja. Dus we zijn erg benieuwd hoe het eruit ziet. Kijk, ik denk dat ik hier moet bellen. Kijk of ze open doen. Ja. Het werkt. Hij gaat open. Kom. Dan vier camperplekken. Dus die auto's die staan er dan normaal. Normaal staat het helemaal vol. Dus de plekken zijn 8 bij 8. Dus we hebben 4 camperplekken met stroom. Kom kijken. Nou, kijk eens wie daar zit. Hola. Hola. Gezellig. Wij blijven niet slapen hoor. Wij gaan wel gewoon naar huis. Dat kan hoor. Ja. Dat regelen we gewoon. Maar het is ontzettend leuk om weer een keer terug te wezen hier bij Jean en David. Nou, hier een dubbel bed. Hier voor de gasten op te slapen. Hier hebben ze nog een suite. De badkamer. Met een inloopdouche. De massagekamer. De massagekamer. Petankspelen hier op de petankbaan. Ja, als je maar uitlegt hoe het werkt. Ja, je gooit dan balletjes zo neer. Dan moet je die ijzeren ballen zo... naartoe gooien en die dan dichterbij ligt in de wind of zoiets. Ah, oké. Okay. Zoiets. We maken gewoon onze eigen spelregels. Ballen volgens mij. Dave gaat uitleggen. Heet hoor, die ballen. Nou, etenballen. Loopt Jan? Oh, ja. Je hebt die. Nou, pak nou, we gaan het even proberen. Jij pakt de lichte, pak ik de donkere. Oh. Je hebt de lichte. Let op. Ik wil vast. Komt ie. Moet je in de ring staan. In de ring, als die niet staat. Nou, leg jij het verste weg, dan mag je nog een keer. Oh, mag nog een keer. Je kunt zelf proberen een keer gooien. Ja. Proberen wat zachter, hè? Ja. Dave legt de kersen. Yes! Ja. Oh, yes! Oh, ja, 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 ja. Gaan we zo beginnen. Maar Dave kan niet tegen zijn verlies. Echt wel. Ik ook niet. Nou kunnen we elkaar de hand geven. Ja, we gaan daar kijken. Jij mag nog één keer. Volgens mij jij, hoor. De kerstmijn, jammer. Dus, wie heeft er gewonnen? Ja, ik ga niet kijken, want ik heb verloren. Heb ik gewonnen? Ja, ik denk het wel. Oh, yeah. Yeah. Dit zijn de grote camperplaatsen. Voorin hebben ze camperplaatsen zonder huisdieren. Hier mogen huisdieren bij de camper zijn. Dus ook een hondenspeelplaats. En dit zijn de grote plekken. Dus je hebt hier stroom, je hebt hier water, toiletten, douches. Alles in de buurt, dus ja, super grote plekken. Oh jee, Michel gaat in de hangmat liggen als dat maar goed gaat. Ja, die wil ik nog steeds thuis hebben. Dus ik ga even kijken, even oefenen. Of het wat is.
Oh. Nou, dat wordt al niks, zie ik al. Let op. Oh. Nou, het zeikje. Help hem eens even, kom. Dave weet hoe het moet. Hij doet één voet omhoog en de andere voet omhoog. En zo lig je eigenlijk. Maar Dave, hou hem even vast. De nu jij proberen. En eruit komen is eerst twee voeten neerzetten en draaien. Nou, ga maar zitten. Ja? Hou okay. Je hem even vast, hè? Ja, let op. Ga zitten. Ja, oh nee, langzamer. Ja, in het midden. Eén been. Eén been. Andere been. Ja. Yeah. Yeah. Kijk, en nou, let op hoor. Ja. Nou, zit hier heel lekker, jongens? Heerlijk, in schaduw. Dus alleen het drankje zeker? Alleen het drankje. Ja, kom wel even brengen. We zijn een gastvrij ontvangen bij Jean en David in het kartonnen huis. Heel leuk. Leuk om te zien, dat komt echt. Ja. Bijzonder wat ze allemaal hebben meegemaakt. Top ervaring. Mooie locatie. En fijn dat ze ons ontvingen. Ja, dus. En nog mooi Lina weer leuk weerzien. Om het contact weer te doen. We zoeken nog een mooie campplaats dan boek bij het kartonnen huis. Inderdaad, en, dat is geweldig. Wij gaan weer naar huis. Dus, en ik zag op de terugweg, we komen langs de Action in Alicante, dus daar moeten we even langs gaan. Daar gaan we doen. Geen bezwaar tegen, denk ik. Nee, altijd leuk. Altijd leuk. Ik heb een dik gevulde portemonnee van Eek meegekregen. Nou kijk, ze staan ook te zwaaien. Doei. Doei! Vond je deze vlog leuk? Druk dan een duimpje in. Dat zeggen wij altijd weer. Okay. Adios! Adios!